Een tijd geleden werd men gevraagd om een lezing te geven over de radicale reformatie. Dat wil zeggen de bijdrage van Menno Simons aan de hervorming die wij dit jaar gedenken. Het is nu 2017. En in 1517 begint de reformatie met Maarten Luther, zoals we allemaal weten. Maar je kunt terecht de vraag stellen of Maarten Luther de enige is die we dan te gedenken hebben, denken ze aan. De bijdrage van Calfijn of die van Zwingli of van de Zwitserse Anabaptisten, Conrad Grebel bijvoorbeeld. In Nederland hebben we Menno Simons, de vader ook van de doopsgezinde broederschap. En dat leek inderdaad een goed idee om daar eens naar te kijken. De titel is dus Radicale Reformatie van Lancaster naar Witmarsum en terug via Asperen en waarom die plaatsnamen genoemd zijn, dat uh, zal straks wel duidelijk zijn. In Lancaster beginnen we, en uh, dat is dit verhaal uit oktober 2006, 2 oktober 2006. En dat zal straks wel duidelijk worden waarom ik daarmee begin. We hebben het dan over de Amish gemeenschap in Lancaster. Tien schoolmeisjes worden daar doodgeschoten door Charles Roberts. Dat is een, uh, ja, een, een melkbuschauffeur. En negen uh, jaar voor deze gebeurtenissen werd zijn eerste kind geboren. Maar dat kind stierf na twintig minuten. En dat uh, heeft Charles Roberts eens ontzettend beïnvloed. En uh, is natuurlijk een buitengewoon grote tragedie in zijn leven geweest. Maar hij heeft. Uh, dat toch vooral gezien als een falen van Gods kant. Hij is boos op God, zei hij tegen die uh, slachtoffers van hem later. Hij uh, stapt een Amish school in, West Nickel Mines Amish School. En uh, sommige van de kinderen die herkennen hem ook wel. Hij laat de volwassenen vertrekken, die hollen naar een dichtstbijzijnde boerderij. En bellen uh, uh, 911, het alarmnummer. Hij laat die oudste gaan, hij bindt al die meisjes vast en begint dan systematisch elk van die meisjes dood te schieten, tot hij uiteindelijk ook zichzelf doodschiet. Als de politie uiteindelijk komt, zijn twee van de meisjes al dood en de rest sterft later. Tien slachtoffers plus Charles Roberts die zelfmoord pleegde. Het bijzondere wat er vervolgens gebeurde. Dat is het feit dat die Amish-gemeenschap op zo'n bijzondere wijze heeft gereageerd op deze gebeurtenissen. Diezelfde middag nog gaat de grootvader van een van de meisjes naar het huis van Charles Roberts en eh, zegt dan tegen zijn vrouw en andere kinderen dat hij de moordenaar van zijn kleinkind heeft vergeven. Bij de begrafenis van Charles Roberts zijn er meer Amish aanwezig dan niet-Amish. Ook in de periode daarna heeft die Amish gemeenschap voortdurend geprobeerd om de familie van Charles Roberts te helpen en, en laten we zeggen, pastoraal bij te staan. De verdriet en de pijn te helpen verdragen. Maar, ja, waarom hebben ze dat gedaan? Um, het bijzondere voor de buitenwereld was dat er geen sprake was van Haatgevoelens of wraakzucht of wat dan ook. Um, op een of andere wijze wisten ze al heel snel een dergelijke daad van geweld te vergeven. Hoe was dat mogelijk, werd er gevraagd. Nou, uiteindelijk is de reden daarvan deze man, Menno Simons. Menno Simons die, uh, schreef al heel lang geleden. Aangezien nu Christus met het zwaard van zijn mond vecht tegen zijn vijanden, ja, met de staf van zijn mond het aardrijk slaten, met de adem van zijn lippen de goddeloze vernietigt, en aangezien wij gelijkvormig moeten zijn aan het beeld van Christus, hoe kunnen wij dan met een ander zwaard tegen onze vijanden vechten? Zegt niet de apostel Petrus, daartoe bent u geroepen. Daarom heeft Christus voor u geleden, u een voorbeeld nagelaten, dat. Eh, u in zijn voetstappen zou volgen, die geen zonde gedaan heeft, die in zijn mond geen bedrog gevonden werd, die toen hij werd tegengesproken niet terugspraak, die niet dreigde toen hij leed, want hij gaf de wraak over aan hem, die in gerechtigheid oordeelt. Daarmee komen overeen de woorden van Johannes, die zegt, wie in Christus blijft zal wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Ja, Christus zelf zegt, wie mijn discipel wil zijn, moet zichzelf verlogenen, zijn kruis op zijn schouders nemen en mij navolgen. En opnieuw mijn schapen horen mijn stem en volgen mij na. En dit is de stem van Christus. Jullie hebben gehoord dat gezegd is tot de ouderen oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u dat u de kwade niet moet weerstaan. Maar als iemand u op de rechter wang slaat, zo biedt hem dan ook de linker aan. Opdracht dus tot vergeving. Want heeft Christus niet aan het kruis gezegd, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Een opdracht tot weerloosheid, zonder geweld reageren op het geweld van anderen. Het is allemaal een heel bijzondere manier van leven en een manier van geloven. Het is niet de gangbare weg van de Reformatie. Het is iets wat hoort bij wat we dan noemen de radicale Reformatie. Op de website van de Lancaster Amis zie je de weerspiegeling van deze woorden van Menno Simons. Zowel de Amish als de Mennonieten zijn toegewijd aan een levensstijl van vrede en geweldloosheid. Ja, dit doortrekt elk aspect van het leven. Echter, niemand kan met zekerheid voorspellen hoe iemand echt zou reageren als er een absolute onvoorziene crisis, zoals hierboven beschreven, zou optreden. En dat is de crisis dus van de Lancaster Shootings. Emoties en gedachten zijn daarbij betrokken en de situatie is heel persoonlijk. Dit gezegd hebbende zouden we hopen dat als een volk eh, die een levensstijl van vredeliefendheid hebben gepraktiseerd, eh, wij niet onze toevlucht zouden zoeken tot macht en geweld in een crisissituatie zoals we hier beschreven hebben. Nadrukkelijke, dus, eh, nadrukkelijke aansluiting dus bij. De opvattingen van Menno Simons. En eh, dat is de eigenlijke achtergrond van die wonderbaarlijke reactie die ze gegeven hebben op de dood van tien van eh, hun dochters. We moeten kijken naar Menno Simons om dat nader te beschouwen. We zullen twee dingen proberen te doen. We zullen kijken of we iets eh, zinnigs kunnen zeggen over Menno Simons zelf, om hem te introduceren. En in de tweede plaats zullen we de vraag stellen. Um, op welke wijze de theologie van Menno Simons hoort bij de variaties binnen de Reformatie, dus of de radicale Reformatie nog wel hoort bij de Reformatie in het algemeen, en welke plaats ze daarin uh, inneemt. Laten we eerst eens even een overzicht geven van uh, uh, leven en werk van Menno Simons. Geboren in 1496 in Witmarsum. En gestorven in 1561 in Duitsland. At het begin van zijn leven, dit is de eerste periode, 1496-1524. Dan is Menno intussen 28 jaar. Geboren in Witmersum, uiteindelijk via Bolsward in Pinyum beland in 1524. En dan begint zijn Friese periode. Hij is dan intussen pastoor geworden. En in pingum heeft Menno... Als eh, versgebakken pastoor al discussies over de misferie. Is het echt wel zo dat de transsubstantiatie werkelijk plaatsvindt? Zullen we zullen straks nog een citaat van hem bekijken. Iets eh, daarna, 1528 tot 1531, discussies over de doop. naar aanleiding van de executie in Nederland. van de ene sikke Frirks Snijder. Iemand die gedoopt was door een man die Trijpmaker heette, en dat was weer een leerling van de rondtrekkende prediker Melchior Hofman. Melchior Hofman riep iedereen op om het koninkrijk van God te verwachten. Dat zou spoedig nabijkomen. En dan zou iedereen in een oorlog betrokken raken... om um, um, de ongelovigen te verslaan. Dan, dan zou Christus terugkomen als zijn vijanden waren vernietigd. Zeker Felix Nijder, die... Um, heeft zich opnieuw laten dopen als volwassene, dus hoorde zowel hij als de gemeente om hem heen tot de wederdopers. En Menno is toch wel heel verbaasd dat dat leidt tot een executie. En wat betekent dat dan, de wederdoop? En op grond van welke opvattingen komt iemand ertoe om zich opnieuw te laten dopen? In 1531 is er nog geen sprake van dat Menno de kerk zou verlaten. Maar je kunt zien dat hij over deze twee zaken al begint na te denken. En de misviering was nog misschien een puur theologisch probleem. Maar met de doop was het al een beetje anders gesteld. Want daar speelde ook doorheen de rol van de overheid. En we zullen nog zien dat juist dat nadenken over de rol van de overheid. Of hij het zwaard dus terecht hier toepast, in wat toch een kerkelijk geschil lijkt te zijn, dat was de grote vraag die ook bij hem begon op te komen. Dus deze twee discussiepunten in Menno's leven als aanleiding straks voor zijn overgang vanuit de katholieke kerk naar de gemeente van de wederdopers. Men komt in Witmarsum terecht, wordt daar in 1531 tot pastoor gewijd. is dan zelfstandig, niet meer assistentpastoor, maar zelfstandig. En eens in zijn jaren in Witmarsum gebeurt er heel veel. In ieder geval in 1534 uh, vindt Münster plaats, komen we ook straks nog even terug. Eerst Jan Matthijs uit Amsterdam en de naaktlopers daar beginnen een oproer dat snel wordt neergeslagen. Jan Matthijs trekt met vele volgelingen naar Münster, omdat hij gelooft dat daar het koninkrijk van God moet worden uitgeroepen. Uh, Matthijs sterft echter vrij snel, want uh, ja, de troepen van de, de bisschop die belegeren Münster. En uh, Jan Matthijs denkt dat op een bepaalde zondag het koninkrijk zal aanbreken. Hij trekt met een handjevol getrouwen naar buiten, maar wordt daar snel gedood. En dan is Jan van Leiden zijn uh, opvolger. En in die tijd valt ook het eerste contact met iemand uh, die we later ook nog zullen tegenkomen, Obbe Philips, een van de Groninger wederdopers. Het tweede gebeurtenis, 1535, een uh, groepje sacramentariërs staat daar uh, op het plein, uh, worden bij elkaar gedreven. Want uh, ja, sacramentariërs waren mensen die de mis vermeden, omdat ze dat als een vorm van afgoderij zagen. Ze geloofden dus niet in de transubstantiatie. En dan was het gebruikelijk dat ze één keer per jaar werden gedwongen om de mis bij te wonen. Dus er waren veel soldaten op de been. Maar eh, de groep weigert en weet aan het eh, gezag te ontsnappen door naar het zogenaamde eh, Olde Klooster in Bolsward eh, te trekken. En dat wordt belegerd door de soldaten, er vallen 300 doden en ook de... Vermoedelijk althans de broer van Benno overlijdt. Ik is niet helemaal zeker of Simon Simons de broer van Benno Simons is. Maar ook dat komt later. Die gebeurtenissen bij elkaar. Dus de gesprekken over het doop en de transubstantiatie, Dan het echeck van Münster en de terugkeer van de gedesillusioneerde volgelingen van Jan van Leijden. Althans, het handjevol wat de slacht in Münster overleefd had en dan opnieuw het optreden van de overheid tegen de sacramentariërs in Bolswart, allemaal redenen voor Menno om uh, uh, uiteindelijk toch uh, uh, de kerk te verlaten. Uh, hij, beschrijft, hij beschrijft die overgang en dat zullen we ook nog later zien. Maar 1535-1536 uh, van de winter 35 tot de lente 36 in enkele maanden tijd de uitgang uit het pausdom, zoals hij dat genoemd heeft. Uit Babel gefloden, hij geeft er zelfs die ene datum aan, 30 januari 1536 gaf hij zijn positie op en vervolgens schreef hij uitgebreid over de godslastering van Jan van Leiden, dus tegen Münster, en over de geestelijke opstanding, de ware bekering. Dan begint een periode in Holland van 1536 tot 1543, ook wel de 18 jaren van zwerven en lijden genoemd. Een zeer vruchtbare tijd, vier heel belangrijke boeken. 1537 over de wedergeboorte. 1539 het fundament van het christelijk geloof. In datzelfde jaar over de ware christelijke doop. En in 1541 over het ware christelijke geloof. En dat zijn de werken die de basis leggen onder heel de theologische ontwikkeling van Menno. Uiteindelijk wordt Holland te gevaarlijk voor hem en hij moet vluchten naar Duitsland. En dat is dan zijn laatste periode, 1543 tot 1561. Eerst in Noordwest-Duitsland, drie jaar lang. Daar schrijft hij de korte beleidenis van de incarnatie tegen Alasko. Johannes Alasko was een Pool oorspronkelijk, Jan Laski. Die leefde van 1499 tot 1560. En die was in 1542 in Emden beland. En daar had hij ook uh, strijdgesprekken met, uh, met Menno. En het boek van, uh, van Menno is uitgelokt door die Disputatie. En later volgde nog een antwoord uh, op de boeken van, uh, van Menno van de hand van Jan Lasky. Een Defensio Adversus Versus Menonem Simons. Dus dat is een behoorlijke discussie geweest. Waar ging het over in. Uh, de teksten van Alasco. Nou, eh, over de aanstelling van predikanten. Over de ware gemeente. Over de doop. Al dat soort van zaken. Eh, Johannes Alasco vlucht naar Denemarken in 1553. Eh, en eh, ja, moest al eerder uit, eh, uit Londen wegvluchten. vanwege het optreden van Bloody Mary. Dus eh, ook deze Johannes Alasco heeft een nog een roerig leven geleid. 1544 dus de beleidenis van de incarnatie tegen Johannes Alasco en de disputatie in Emden met Johannes Alasco, die uiteindelijk voor beide uh, ertoe leidde dat ze de stad moesten verlaten in Emden. Holstein, Hamburg, de laatste periode van Menno's leven is hij daar, 1546-1561, daar speelt zich af het incident met Roelof Martens, oftewel Adam Pastor, die de drie-eenheid van God ontkende, een unitariër dus waar Menno zich fel tegen gekeerd heeft, want zijn theologie was toch de klassieke drie-eenheidsleer. Vandaar in 1550 als uh, uh, het grote document waarin het resultaat van die gesprekken uh, werd vastgelegd, de beleidenis van de drie-eenige God. In 1552 het conflict met Gellius Faber. Dat was een katholiek priester die uh, voor de Calvinistische stroming koos ook in 1536. Eerst in Noorden predikant werd en toen in 1538 in Emden. En in 1545, 1544 moet ik zeggen, ook een disputatie had samen met Menno Simons en Johannes Alasco. Van 21 tot 31 januari 1544. In 1552 schreef hij een boek tegen de Anabaptisten. En Menno geeft daar punt voor punt antwoord op in zijn boek van uh, 1552, het conflict met Galius Faber dus. Nog weer een derde disputatie, nu met uh, Martin Micron, oftewel Martin de Kleine. Die leefde van 1522 tot 1559, dat was een leerling van de grote Boelinger. In uh, 1550 werd uh, Martin Micron predikant van de Nederlandse gemeente in Londen, uh, was daar uh, onder leiding nog van Johannes Alasco, gaat naar Noorden in 1554 en heeft met Menno in, uh, uh, dus een uitgebreid debat nog gevoerd, vooral over de christologie. 1554 schrijft hij het antwoord aan Gerrius Faber en de disputatie met Martin Mikron was dus vlak daarna roerige tijd dus met veel polemiek, vooral met de gereformeerden, met de Calvinisten. En dan in 1561 het overlijden van Menno Simons. Laten we eens gaan kijken naar de bekering van Menno en wat dat allemaal betekent heeft en welke stappen daarin zitten. Anders dan bij Calvin die zich als rechterstudent door gestaag nadenken tot de reformatie bekeerde, en anders dan Luther, die vanuit zijn ervaringen als monnik en docent, he, vooral door het lezen en interpreteren van de Romeinenbrief en de Galatenbrief, tot een ommekeer kwam, is de bekering van Menno een langzame weg, gevuld met incidenten, die loopt van 1524 tot 1536. Dus dat is een proces dat zo ongeveer 12 jaar geduurd heeft. Het probleem van de misviering en het probleem van de doop zagen we al, dat zat al heel vroeg, uh, als een zorg uh, in Menno's gedachten. Uh, dan ook in 1535 uh, en 1536 het geweld van de Melchiorieten in Münster en de reactie daarvan. Uh, de pastorale zorg voor degenen die waren teruggekomen. Uh, maar ook het geweld tegen de overheid en het geweld van de overheid in Bolsward... in het beleg van het oude klooster. Uh, dat zijn vier belangrijke punten voor Menno die nadat hij ontdekt had dat er problemen waren met euh, ja, zijn acceptatie van misviering en doop, uitgebreid het Nieuwe Testament is gaan lezen. En euh, ja, dat is dus de aanleiding euh, uiteindelijk voor een hele nieuwe theologie, hè, wat hij ontdekt in het Nieuwe Testament. Laten we eerst eens kijken naar het probleem van de mis. Net als Luther krijgt ook Menno Simons twijfels aan de waarachtigheid van het misoffer, maar Menno zou daarin uiteindelijk veel verder gaan dan uh, Luther. Uh, Luther had het nog over de geestelijke presentie in, uh, in de mis, terwijl Menno uh, toch meer de calvinistische kant van de gedachtenismaaltijd uh, aan heeft gehangen. Het draait hem dan ook niet om de eigen zonde en onwaardigheid in de bediening van het misoffer, waar Luther zo'n diepe en heftige ervaring over heeft gehad. Maar gewoon om de mogelijkheid dat de leer van de transubstantiatie niet waar is. Is het echt zo dat brood en wijn veranderen in het vlees en bloed van Christus? In 1525 gebeurt er dit en hij schrijft daar veel later over. In het daaropvolgende jaar dacht ik ineens, elke keer als ik het brood en de wijn hanteerde in de mis, dat het niet het vlees en bloed van de Heer was. Ik dacht dat de duivel me dit ingaf, zodat hij me kon afscheiden van mijn geloof. Ik heb het vaak opgebiecht, gezucht en gebeden, toch kon ik het idee niet van me afschudden. Uiteindelijk kreeg ik het idee om ijverig het Nieuwe Testament te onderzoeken. Ik was niet eens zo ver gevorderd toen ik ontdekte dat we waren bedrogen, en mijn geweten dat zo bedrukt was vanwege dat brood was snel verlicht, zelfs zonder nadere instructies. Ik ben het op zekere hoogte hierbij geholpen door Luther, namelijk hierin dat overtreding van menselijke instituties niemand tot eeuwige verdoemenis kan brengen. Het is vooral dit, dat ijverig het Nieuwe Testament te onderzoeken, wat hem uiteindelijk op andere gedachten brengt, wat hem eh, afstand doet nemen van de kerkelijke leer. En de invloed van Luther is dus niet op het vlak van de leerstellingen zelf, het gaat niet om Luthers opinies, over mis en doop. Maar vooral dit: dat je in de schrift de waarheid moet vinden. En dat als je ontdekt dat het om menselijke instituties gaat, er helemaal geen reden is om dat niet te verwerpen als de schrift dat leert. Want overtreding van menselijke instituties kan niemand tot eeuwige verdoemenis brengen. Het is niet zeker of hij dat gelezen heeft in een geschrift van Luther of gehoord heeft van mensen die Luther gehoord hadden of. Van wat gelezen hadden, maar in ieder geval, dit heeft hij aan Luther toegeschreven. Het probleem van de kinderdoop is het tweede. Menno krijgt anders dan Luther ook twijfels over de kinderdoop. De aanleiding is niet de studie van de Bijbel, want dat zou pas later gebeuren. Het incident dat Menno deed nadenken over de doop was van geheel andere aard. En ik noemde het al, dat is de kwestie van de executie van. Sikke Sneider. Daarna gebeurde het, schrijft men dan voordat ik gehoord had van de broeders, dat zijn dus de Anabaptisten, dat een godvrezend en vroom man genaamd Sikke Vreer Sneider werd onthoofd in Leeuwarden, omdat hij zich had laten herdopen. Dat klonk mij vreemd in de oren dat er over een tweede doop werd gesproken. Ik begon de Bijbel ijverig te lezen en met diepe ernst te overdenken, maar ik kon helemaal niets vinden over het dopen van kinderen. Nadat ik dit ontdekt had, sprak ik met mijn pastoor over dit onderwerp. En na vele discussies moest hij toegeven dat er geen schriftuurlijk fundament was voor de kinderdoop. Toch durfde ik mijn eigen verstand nog niet te vertrouwen, maar consulteerde verschillende oude schrijvers. En dan nou komen we erachter welke grote schrijvers voor Menno in deze periode toonaangevend waren. Zij leerde mij dat kinderen door de doop worden gereinigd van de oorspronkelijke zonde, de oerzonde. Ik vergeleek dit idee met de schrift en ontdekte dat het bloed van Christus daarmee geweld werd aangedaan. Wat hij daarmee bedoelt is niet helemaal duidelijk. Maar kinderen worden door de doop gereinigd van de oorspronkelijke zonde. Wellicht heeft hij dat zo opgevat dat het de doop is die kinderen reinigt en niet het bloed van Christus dat kinderen reinigt. En dat zal ongetwijfeld niet de. Echte bedoeling achter die doophandeling zijn geweest. Maar eh, wellicht heeft hij het idee op die wijze aangetroffen, en was dit zijn eerste intuïtie. Het bloed van Christus wordt daarmee geweld aangedaan. Daarna ging ik te raden bij Luther, want ik zocht naar het fundament van de kinderdoop. Hij leerde mij dat kinderen moesten worden gedoopt vanwege hun eigen geloof. En dat is dat impliciete of innerlijke geloof wat kinderen zouden hebben. En eh, dat geloof. Zou de grondslag zijn van de doop. Ik zag dat ook dit niet in overeenstemming was met het woord van God. He, wat immers leert dat volwassenen op hun belijdenis worden gedoopt. op grond van het geloof dat zij ook kunnen beleiden. Ten derde keek ik naar Boeser, de grote eh, Calvinistische leraar. Hij leerde dat kinderen gedoopt moesten worden. zodat ze met grotere zorg konden worden opgevoed. in de wegen van de Heer. De hervormde kerk is dat natuurlijk. Een van de belangrijkste argumenten voor de kinderdoop. De doop wordt uitgevoerd op grond van de beleidenis van de ouders. En er wordt een soort belofte afgelegd dat die ouders het kind zullen opvoeden in het geloof. Ik zag, zegt Menodan, ik zag dat ook deze leer geen fundament had. Ten vierde keek ik naar Boedinger. Hij wees op het verbond en de besnijdenis. Daarin volgde Boedinger nauwkeurig Kalfijn. En Calfijn wordt trouwens niet genoemd door Menno, dus daar zal hij geen kennis van hebben gehad. Dit vond ik eveneens geheel zonder schriftuurlijk bewijs. Daar zit wel achter in al deze gevallen dat als de schrift het niet zegt, dat het voor Menno duidelijk was dat het een menselijke institutie was die je niet moest volgen. Dat blijkt ook hieruit. Toen ik zag dat al deze schrijvers enorm van elkaar verschilden en elk zijn eigen wijsheid volgde. Toen begreep ik ook dat wij bedrogen waren wat betreft de kinderdoop. Uiteindelijk zou het tot een uh, rustige en leerstellige positie komen ten aanzien van de doop. En dat is in 1552 in een boek dat hij schrijft: De grondige en heldere beleidenis van de arme en ellendige christenen. En dan schrijft Menno. Wat betreft de doop, geloven en beleiden wij dat het de institutie, woord, ordinantie en het gebod van de Here is, en daarom een heilig en goddelijk sacrament of teken, waardoor het geloof en zijn macht, vrucht en geheimen heerlijk worden gerepresenteerd en afgeschilderd, indien op de juiste wijze toegediend, overeenkomstig de ordinantie van God en niet naar onze eigen voorkeur, namelijk aan gelovigen. En niet aan onmondige kinderen. En dan komt hij tot deze conclusie. Wij leren over de doop en bedienen de doop op grond van de beleidenis van het geloof om deze redenen. Ten eerste omdat Christus tot ons zo geboden heeft. Want hij zegt ga heen in de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Hij die gelooft en gedoopt wordt, dus dopen na het geloven, zal gered worden. Kalfijn schrijft er later van in de institutie dat het niet altijd zo is dat in de schrift het eerstgenoemde ook het voorafgaande is. Dus daar heeft Kalfijn, die trouwde met een vrouw die oorspronkelijk tot de anabaptistische beweging heeft gehoord, die kende dit argument dus, daar heeft Kalfijn in ieder geval op gereageerd. Maar voor Menno is het duidelijk, hij die gelooft en gedoopt wordt. Dus degene die gedoopt wordt is degene die gelooft. En dat kan niet gelden voor kinderen. Ondanks Luther's argument. Ten tweede, omdat de heilige apostelen het hebben onderwezen. En het ook hebben bediend op grond van de beleidenis van het geloof. In overeenstemming met Gods gebod en niet aan pasgeborenen. Ook waar het boek Handelingen spreekt over het huisgezind van Cornelius. Mag je aannemen dat daar geen kleine kinderen geweest zijn, Cornelius de Hoofdman is immers daar als gepensioneerde, is dus ouder dan 50, heeft dan waarschijnlijk al kinderen verwerkt, jongere kinderen verwerkt die intussen een jaar of 18 of 20 zijn geworden. Dus er zijn in dat huisgezin vermoedelijk geen pasgeborenen geweest. Ten derde, omdat de zaak die door de doop wordt gerepresenteerd alleen gevonden wordt in gelovige volwassenen, en niet in pasgeborenen. Want die zaak is natuurlijk het geloof zelf. De kinderdoop is een verzonnen rite. En alleen een menselijk recht. Nergens schrijft het Nieuwe Testament over de kinderdoop. Het is een perfectie van de ordinantie van Christus. Het is dopen zonder een goddelijk gebod. En dus een schadelijk bijgeloof. Nou ja, dat heeft ook wel te maken met de wijze waarop hij de schrift gebruikt. Luther die heeft ooit geschreven in een boek over de opvoeding van mensen dat datgene wat God niet geboden heeft in religieuze zaken van het geloof om die reden verboden is. In alles wat we doen zegt hij in verband met Genesis 12 mogen we alleen handelen met zekere gronden uit het goddelijk woord. Menno citeert dat die stelling van Luther. Melanchthon die heeft geschreven: Alle eredienst die niet door God is opgedragen door zijn expliciete woord is verkeerd en vals. Maar Menno Simons constateert dat Luther en Melanchthon eh, hun eigen raad niet hebben opgevolgd als het gaat over de dorp. Komen we bij het geweld van de overheid. De derde grote aanleiding voor Menno's breuk met de katholieke kerk komt in 1535 pas tot eh, zijn vrucht. Wanneer de Anabaptisten actief worden in de omgeving van Witmarsen, begint Menno hen te bestrijden in zijn preken. Hij krijgt zelfs de reputatie dat hij in staat is de mond te stoppen van degenen die met verderfelijke leugens komen. Het gaat dan vooral om de prediking van de spoedige terugkeer van Christus en om de gedachte dat de gelovigen geroepen zijn om dat koninkrijk zelf met het zwaard dichterbij te brengen. De gelovigen zullen immers de wereld oordelen, was het idee. Ook men als broer Simon hoort intussen bij deze beweging, die in Nederland vooral degene aanspreekt die in de marge van de samenleving staan. Er zitten overduidelijk boventonen in van een revolutionaire aard. Dit is een plaatje van Bolsward van wat er daar allemaal gebeurd is. Je ziet hier het oude klooster. En hier de soldaten die zijn samengetrokken omdat. Klooster aan te vallen. De Sacramentariërs die uh, dus niet de kerk in wilden in Bolsward, om daar uh, die ene keer in het jaar toch uh, de Eucharistieviering bij te wonen. Die waren hier naartoe gevlucht, uh, het klooster binnengegaan. De monniken hadden al snel het klooster verlaten, maar het enige wat ze verder deden was daar de deuren dicht doen en uh, zich verschansen. De soldaten komen, ze belegeren het oude klooster, ze beschieten het zelfs met kanonnen. En uiteindelijk dringen ze het klooster binnen. Eh, het verzet wordt snel gestaakt. Een deel wordt ter plekke geëxecuteerd, een deel meegenomen en later geëxecuteerd. En hier zie je die eh, arme sacramentariërs hangen aan de galgen. Ze worden opgehangen. Ze worden hier onthoofd. Er wordt van alles en nog wat met ze gedaan. Eh, dus eh, de eh, executie van die sacramentariërs eh, is een. Natuurlijk een, een gebeurtenis waar heel veel over geschreven en gedacht is. Hier eh, zien we eh, de gouverneur Julian Schenk... ...die eh, vol trots deze prent liet maken dat hij de opstand van deze sacramentarius wist neer te slaan. In paniek vluchten velen weg in de richting van het oude klooster... ...waar ze echter in eerste instantie niet werden toegelaten... Ze verschafte zich nu met geweld toegang, lieten de monniken wegvluchten. Nadat de soldaten waren gearriveerd, werd het klooster omsingeld en de groep als bezetters aangemerkt. Uiteindelijk werd het klooster bestormd en de meeste van hen gedood of later geëxecuteerd. Onder hen ook de broer van Menno, Simon. Het is de vraag of uh, dat inderdaad Simon is. Nu, um, die gebeurtenis uh, leidt tot. Uh, Betrokkenheid van Menno, want na enige tijd verzamelden deze arme, dwalende schapen, die wandelden als schapen zonder een passende herder na vele vrede-edicten, verwurgingen en slachtingen, verzamelden zij zich op een plaats niet ver van mijn woning genaamd Oude Klooster, en helaas door de goddeloze leerlingen van de Munsterieten, en in oppositie tot het woord en het voorbeeld van Christus, grepen ze naar het zwaard om zich te verdedigen, het zwaard waarvan de heren aan Petrus de opdracht gaf het in de scheden te steken. Dus de sacramentariërs waren fout vanwege hun gewapende verdediging, maar de overheid was fout vanwege de eh, gewapende actie tegen deze sacramentariërs. Na nou, ongeveer negen maanden na Molswaard verleende de genadige heer mij zijn vaderlijke geest hulp en hand, toen ik zonder dwang ineens. Heel mijn wereldlijke reputatie, naam en faam, mijn onchristelijke gruwelen, mijn missen, kinderdoop en mijn makkelijke leven opgaf. En ik gewillig mij onderwierp aan de moeite en de armoede onder het zware kruis van Christus. In mijn zwakte vreesde ik God. Ik zocht de vromen op, en dat zijn dus die Anabaptisten, waarvan sommigen niet waren meegegaan met Jan van Leiden, sommigen waren teruggekeerd vanuit Münster. Um, Obbe Philips en Dirk Philips, met name waren de leiders daarvan. Ik zocht de vromen op, en hoewel ze maar met weinigen waren, vond ik onder hen sommigen die ijver hadden en aan de waarheid vasthielden. Ik overtuigde de dwalenden, degene, dus die dwaalden wat betreft de Melchioritische eschatologie, die dachten dat het Koninkrijk binnenkort zou komen, en die dachten dat de gelovigen met geweld dat Koninkrijk moesten binnenhalen. Ik overtuigde de dwalenden en met de hulp en macht van God door zijn woord, haalde ik hen terug van de netten van de verdoemenis en wierf hen voor Christus. De verharde en rebellerende liet ik aan de Heer over. En ik moet toch eens een keertje deze spelling verbeteren. Hier zien we de naaktlopers in Münster. Jan van Leijden had daar veel wijverij ingevoerd en uiteraard naaktloperij, want... De erfzonde was weggenomen, dus er was geen reden meer voor schaamte vanwege de naaktheid. En tot dat soort idiotieën was hij allemaal gekomen. Hij had zelf ook veertien vrouwen genomen. Dus uh, het was dan echt wel een gigantische chaos geworden. Maar het geweld na Münster was, uh, was uh, nou, ook niet mis. Menno vertelt in ieder geval... Vlak na Münster over zijn beslissing om toe te treden tot de Baptisten, Maar doet het nog niet meteen. Uh, hij neemt een jaar om na te denken. En in de winter van 1536, 1537, uh, gaat Obbe-Philips. Dat is de leider van degene die, dus Jan Matthijs, niet gevolgd waren naar Münster. Daar zoekt Obbe-Philips Menno op. Zijn reputatie is natuurlijk gevestigd met al die preken tegen de Melchiorieten. En Obe Philips die haalt Menno over om de geestelijke leiding van de overgebleven Melchiorieten op zich te nemen. En daarmee was de overgang van Babel naar Jeruzalem, wat hij dus noemt, de uitgangen uit het pausdom een feit. Menno wordt bevestigd als ouderling door Obe Philips en nam daarmee de verantwoordelijkheid op zich voor de kleine gemeente van Melchiorieten die er in de noordelijke Nederlanden nu waren. En uiteraard is hij ook gedoopt. Uiteindelijk werd Menno in 1537 in Groningen door Obbe Philips geordineerd als oudste van de gemeente. Dit is Jan van Leijden, de grote boef. God, God, is macht, is mijn kracht. God is macht, is mijn kracht. Hij beroept zich op de macht van God die hier nu het koninkrijk zal binnenbrengen. Ja, het is voor Menno helemaal duidelijk dat dat een perversie is, een Munsterse perversie. Een verderfelijke leer, maar een prijzenswaardige ijver. En dat contrasteerde nogal met zijn eigen makkelijke levensstijl en dat zal psychologisch ook wel een rol gespeeld hebben. Hoe was nou Munster allemaal ontstaan? De leer waarom het hier ging was die van een rondtrekkende prediker met de naam Melchior Hofman. En een van de eerste volgelingen van Hofman in Nederland was een Haarlemse bakker met de naam Jan Matthijs. Wanneer Hofman in Straatsburg wordt gearresteerd in mei 1533, wordt Jan Matthijs de winnaar in de strijd om het leiderschap van deze beweging in Nederland. Vol haat voor de adel en met een enorme fantasie stippelt hij de tragische lijnen uit van de toekomst van deze beweging. Maar. In Leeuwarden krijgt hij Obbe en Dirk Philips en vele anderen niet mee, omdat die vooral het fanatisme en het gewelddadige van Jan Matthijs afwijzen. Obbe probeerde de groep Melchiorieten, die vooral in Friesland actief was, naar een vreedzame toekomst te leiden. Wanneer er een opstand in Münster uitbreekt in 1534 en de adelende geestelijke daar uit de stad zijn verbannen, probeert Jan Matthijs de leiders van deze revolutie. Dat waren de evangelische, dus Lutherse predikers Rotman en Rol, over te halen om zich onder zijn gezag te stellen. Wanneer dat lukt, komt Jan Matthijs zelf naar de stad en belooft in Münster het Koninkrijk van God op aarde te vestigen, het Nieuwe Jeruzalem. De stad wordt echter al snel belegerd en een gewelddadige strijd ontbrandt. Jan Matthijs wordt bij een van de pogingen de stad te ontzetten gedood en nu treedt een andere fanaticus op. Jan van Leiden. Deze gaat zelfs zo ver dat men niet langer de komst van het koninkrijk verwacht, maar hij ziet zichzelf als de koning van het Nieuwe Jeruzalem. Tot zijn leer behoorde de opdracht aan alle gelovigen om de ongelovigen te doden. En van overal in Europa kwamen mensen naar Münster om de stad te verdedigen. Vele honderden kwamen inderdaad daar terecht en droegen bij aan de verdediging. Maar. Wanneer uiteindelijk de stad in juni 1535 wordt heroverd door de bisschop van Münster met zijn leger, komt er een einde aan deze dwaasheid. De Toch was het dodelijke fanatisme van Jan Matthijs en Jan van Leiden als een soort gif door die hele groep melchiorieten doorgedrongen. Jan van Leiden werd door Jan Matthijs als apostel uitgezonden om de boodschap te verkondigen en uitverkorenen in te wijden. Maar al gauw wordt hij in Münster naast Matthijs leider van de wederdopers in de stad. De wederdopers verkregen een meerderheid in de gemeenteraad en maakten Münster tot een van hun bolwerken. Maar de uit de stad verdreven bischop Frans van Waldeck belegerde de stad al sinds 28 februari 1534 met behulp van de troepen van de landgraaf graaf Philips van Hessen. Jan Matthijs, zoals gezegd, komt om het leven bij een uitval uit die belegerde stad, 5 april 1534. En in september 1534 neemt dan de opvolger, Jan van Leiden, de titel van koning aan. Hij had een raad van twaalf apostelen. Dan was er nog Berend Knipperdolling, de stadhouder en scherprechter van Münster. En de rijkskanselier Heinrich Krechting. En daarmee zou Jan van Leiden een waar schrikbewind hebben uitgeoefend. En ieder verzet in bloed hebben gesmoord. Ter voorbereiding op de naderende apocalyps liet hij alle boeken behalve de Bijbel verbranden. Geld werd afgeschaft en polygamie en gemeenschap van goederen werd ingevoerd. Op de overtreding van de tien geboden stond de doodstraf. Er is nog een schilderij hier. Hier zien we Jan van Leijden die een meisje doopt. Tijdens dat -dopers koninkrijk in Münster. schilderij is gemaakt in 1840 door Johan Karl Beer. Jan Verleiden zelf had, had zelfs 17 vrouwen. en een van hen, Elisabeth Wanscher. heeft hij publiekelijk zelf onthoofd omdat ze hem wilde verlaten. Nu zijn dit verhalen waar we wel een kanttekening bij moeten plaatsen. Het is niet helemaal zeker of ze historisch juist zijn. Want het waren juist de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten die deze verhalen na de overwinning op de wederdopers ter afschrikking lieten vers verspreiden. Dat dopersrijk van Jan van Leiden komt aan een eind op 25 juni 1535, als troepen van de bischop Frans van Waldeck en de landgraaf van Hesse dankzij verraad Münster kunnen innemen. Dus zo makkelijk was dat nog niet eens. En pas na harde straatgevechten werden de wederdopers verslagen. Jan van Leijden werd gevangen genomen en zes maanden lang als een soort circusbeer door het omliggende land gevoerd. Op 22 januari 1536 werd hij samen met Berend Knipperdolling en Berend Krechting op het schafot gemarteld en geëxecuteerd. En dat leverde deze drie kooien op. Dus de bovenste voor Jan van Leiden. En dan voor Berend Knipperdolling en Berend Krechting, de kanselier en de opperrechter. Hun lichamen werden daar dus gehangen, namelijk aan de toren van de Lambertikerk in Münster. En die lijken hebben daar gehangen, gelegen, tot 1585, toen zijn ze pas verwijderd. De kooien hangen er nog steeds. De hoofdprediker Bernard Rotman en Berend Knechtingsbroer Hendrik wisten te ontsnappen. En die Heinrich Krechting, uh, die verkondigde later zelfs nog dit doperse geloof in Oldenburg. Goed, Menno predikte tegen deze Munsterieten en schreef een pamflet dat uh, deze titel kreeg. En dan kun je meteen eens proeven hoe die titels waren van die werken in die tijd. Een gans duidelijk en de klaar bewijs uit de Heilige Schrifturen dat Jezus Christus is de beloofde David in de Geest, een koning aller koningen, een heer aller heren en de rechte geestelijke koning over dat geestelijke Israël, dat is zijn gemeente, die hij met zijn eigen bloed gekocht en verworven heeft. Tegen de gruwelijke en grootste blasfemie van Jan van Leiden, die hem uitgaf voor een blijde koning over al en de der ellendiger vreugde geworden hem zettende in de steden gods. Het is meteen duidelijk waarom het gaat. Alleen Christus is de ware koning van zijn koninkrijk. En niet Jan van Leiden. De volgende aflevering gaan we verder met de bespreking van de radicale reformatie. En dan gaan we Mendo Simons leggen langs de meetlat van de reformatie. En dat zijn de vijf Sola's. Bedankt voor het luisteren. Tot zover en tot de volgende keer.